Yo mensen van een gamekanaal, het is weer tijd voor een nieuwe Stel Bastards en je kan het zien, ik ben eigenlijk al bij level 7, terwijl ik nog maar bij level 5 was. Dat komt omdat ik hiervoor al deze aflevering had opgenomen en ik was natuurlijk ziek hard aan het ponen, dus ik had twee levels gehaald. En toen bleek dus dat mijn stem niet was opgenomen, dus je zat naar een... te kijken. En toen dacht ik van ja, fuck it, ik doe ze gewoon overnieuw, dus ik weet ongeveer hoe ze allemaal moeten. En het zijn best leuke levels, dus ik ga gewoon weer zo snel mogelijk proberen om er doorheen te gaan. Het is echt heel veel duwen en trekken. Nou, trekken niet, maar wel duwen. Kijk, hier doet hij dan dit. Dus dan moest daarop. Nou, dat is allemaal heel ingewikkeld hoor. Ik vind het wel een leuk spelletje. Ik doe trouwens weer een nieuwe aflevering, want jullie vonden het toch best wel amuserend. Als ik naar de reacties zat te kijken, nog niet heel veel mensen hadden het natuurlijk gezien. De views waren niet heel hoog. Maar kan je ook niet anders verwachten, hè, van een nieuwe serie. Het moet nog een beetje bekend worden. En als jullie het echt leuk vinden, dan zal ik er natuurlijk mee doorgaan. Ik ben nog even aan het kijken. Deze moet volgens mij daarheen. Ja, dat ding doet toch helemaal niks. Ik kan gewoon doen wat ik wil. Kijk, dan ga ik zo. En dan zo lang, gay boy. En dan ga ik hierin. En dan wacht ik. En dan... Oei! En dan ga ik zo. Nee, zo. Ik vind het trouwens echt een heel erg Splinter Cell-achtig spelletje. En het laat me ook echt... Ik krijg er ook echt zin van om Splinter Cell te gaan spelen. Oké, dit was een heel gaaf stukje volgens mij. Daar komt er weer een heel stuk bij. Moet ik even nadenken. Want... Ja, die is sowieso... Oh, fuck. Oh ja, dat was het, ja. Maakt niet uit. Zo, doen we maar gewoon zo. Ga zo. Wacht, ja, die moet nog een stukje zo. Ga zo. En dan doei. En dan... Gaat die open en dan pieuw. En dan doe ik deze zo. En wat we hier dan gaan doen, weet ik of niet. Wat doet dit? Nou, in ieder geval zo. Kut, dan weet je het toch niet eens meer. Oh ja, eroverheen springen. Dat was het. Kut, dat was niet eroverheen. Verlopen. Cool. Ben ik toch wel even benieuwd wat er gebeurt als ik nou die kist helemaal naar de zijkant laat gaan en hij mij ziet. Want er gebeurde daar net iets. Wat heb ik daaraan? Nou, niks in ieder geval. Maakt niet uit. Hier al wachten, dan gaat hij open. Wee! En dan. Zo. En dan. You got there eventually, en dan boom. Alsof ik het eerder gespeeld heb, alsof ik het eerder gespeeld heb. Wat natuurlijk ook zo is. Maakt niet uit, fucking vet. C. Ah, de vorige keer had ik zelfs een B. Volgens mij. Ja, de vorige keer had ik een B. Oh, dat is wel slecht. Hier, de vorige keer had ik B. Oké, dan moeten we deze wel even verbeteren. Zo snel mogelijk, alles heel snel. Oké, go. Oh, deze was best lastig. Goed, zo. Zo. Kijk, het is niet echt heel leuk dat ik het al weet allemaal, maar maakt niet uit. Oh, fuck ja. Hier, goed. Duwen. Het is grappig, want er zijn toch altijd nog mensen die niet zo snel waren, minder snel waren als ik, dus, of dan ik. Dus dat is dan ook weer fijn om te weten. Kijk, hier dan. Kijk, even zorgen dat je me ziet. Nee, moet zo. Kut, nee, fuck. Dat is niet de bedoeling. Oké, hier zo weer, yep, oploop. Ik moet zeg maar daar links bovenin, want daar kan ik zo meteen over hem heen springen. Dat is het idee. Dat is het idee! Zo, lekker veel tuf, Timo. Dankjewel, man. Graag gedaan, Timo. Luister ik zo. Kan ik makkelijker zo. Dan doe ik zo, en dan is die donker, en dan ziet hij hem niet, en dan gaat hij weg. Maar dan draait hij zo naar beneden, dan kan ik er zo langs, en dan... Haha. En... Dan moest ik hier naar boven, volgens mij. Om te hacken. Nee, wacht. Huh? Oh ja, hier. Ik moest aan de zijkant, anders kon hij me zeg maar zien. Dan laat ik het hier open. Die camera ziet me niet, want ik kan niet zo ver kijken. Logisch, maar nee. Kan ik hierheen? Ja, en dan die. Hacken voor je zakgeld. Oh, komt die gekke laser. En dan moet ik zo.
Yes. En dan hier zo naar beneden. En dan... Waaah. Ben ik hier dan? Ik zou natuurlijk nog niet. Oh, fuck. Hey, die camera beweegt. Lol, oké. Als je hier dus geraakt wordt... Ben je een beetje dood, want er komt er een laser. Dus we gaan gewoon niet dood, want ik wil geen laser. Oké, wow, we zijn er bijna. Ja. Oh. Pop, pop, pop. Nou, die... Door die kunnen we niks zien, zeg maar. Ja, starting to show potentie. Potentie! Hoep. Nee, fuck. Dat is niet slim. Hoep, hoep. Kut, ik weet niet. Blijf gebukt. In de schaduw ben je onzichtbaar. Logisch. Yes. Hekken, hekken. Oh ja, fuck. Hier gaat hij dan dood. Maar wij rennen hier gewoon door. Hop, hop, hop. En boom! Nou, dit was sowieso sneller als de vorige keer. Of dan de vorige keer. Hier, B, boom! Highscore broken! Of verbroken. Nu level 7. Snel, hè, erachteraan. Kunnen we de volgende keer ronden we wereld 1 volgens mij af dan. Oké, kunnen we dit al hacken? Oh, wacht, daar moet ik heen. Gok ik. Kut, wat doe ik? Oh, wat leuk. Oh, hè? Oh, hier word ik even gemindfucked. Ik moet zorgen dat hij stil komt te staan. Daar. Dus moet ik eerst hier omhoog, gok ik zo. Maar hoe kom ik hier omhoog? Oké, wacht, ik loop eerst wel een stukje door. Oké, okay. Oh, daar kom ik omhoog. Ah, zo, het moet wel zo. Oké, okay, tot nu toe gaat alles nog goed, volgens mij. Nou, deze die houdt me lekker in de schaduw. Nou, stukje die kant op, op het juiste moment. Haha, ben ik goed. Oké, okay, dan hoop ik dat er niks komt wat me gaat vervelen. Oh, hey. En dan kan ik hier naar beneden? Neem ik aan. Ja, oh, ik doe dit zwaar goed. Er komt ineens een schaduw. Maakt niet uit. Oh. Hoe moet ik dat dan doen? Wat deed deze ding eigenlijk? Oh, dat gebeurt daarboven zeker. Oké, okay, nou, we zullen ze even zien. Misschien moet ik zo. Moet ik zo. Spring ik eroverheen en dan. Dan kan ik wel hacken. En dan. Oh, ik ben geweldig. Wat kan ik zeggen? Ik ben gewoon geweldig. Oh, die ging nog een stuk makkelijker dan de vorige keer. Rank B. Wat moet je doen van A dan? Oeh, dat is een boze man. Oeh. Oeh, ik zit even te kijken op de tijd. Ik denk dat we dat de volgende keer gaan doen. Om jullie in spanning te houden. Het moet natuurlijk wel leuk blijven. Dus mensen, bedankt voor het kijken naar deze nieuwe Stealth Bastard. Kijk de volgende keer om te zien hoe deze wereld afloopt. Want het moet natuurlijk wel spannend blijven. Doe een duimpje omhoog als je deze serie leuk vindt. Als je deze aflevering ook leuk vindt. Duimpje omhoog. Wat nog meer? Laat een leuke reactie achter. Een stimulerende reactie van goed Timo dit zo, goed Timo dit dat, blablabla. Ik heb waarschijnlijk ook een heleboel dingen gemist die jullie wel gezien hebben. Dus laat het gewoon even achter. Volg me op Twitter, @DesikTimo. En abonneer op mijn gamekanaal. Verder zeg ik bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer.